보물을 찾기 위해 모험을 떠나고 결국 어마어마한 보물을 손에 넣게 되는 영화 속 이야기가 현실에서도 가능할까요? 바로 이 보물 지도가 있다면 가능할 수도 있을 것 같습니다. 네덜란드 국립문서보관소가 2차 대전 직후 작성한 공문서 1,300여 건을 공개했는데요. 그중 눈길을 끈 것은 바로 보물 지도입니다. 1944년 8월, 네덜란드 동부 아르헴 지역을 점령했던 나치 병사들이 폭격으로 은행을 파괴했고 그곳에서 약탈한 보물이 묻힌 곳을 표시한 것이 바로 이 지도인데요. 이 소식은 네덜란드의 아마추어 보물 사냥꾼들을 자극하기 충분했습니다. 탐지 전문가 얀 헨젠도 이번 보물 찾기에 동참했습니다. Hier is dus duidelijk niets, hè? Gewoon even niet jou, ja. Maar hier wel. Hoor je het? Ja, ik heb het kaartje is goed bestudeerd. En met mij vele anderen. Ik zie overal hier in de omgeving ommeren groepjes mensen met een detector. Ik denk dat het op deze locatie is. En met mij meerdere, want ik zag al grote gaten. Nee, hier ligt het meest voor de hand dat hier vroeger dat oude zandweggetje was op de kaart de Veldweg. 보물지도 공개로 많은 보물사냥꾼들은 일확천금을 꿈꾸며 이곳에 몰려들고 있지만 마을 주민들은 몰려드는 외지인들로 인해 불편을 호소하고 있습니다. Er zijn mensen die ja, overal vandaan uit Nederland. Gisteren was er iemand uit Drenthe met een wichelroede en die had de plek gevonden, zei hij, onder het asfalt. Dat is dus een lastige. En mensen uit Haarlem, Amersfoort, overal vandaan. Ik snap het wel, maar ik denk dat het toch moeilijk is om de locatie te vinden. Dus aan de andere kant, ja, ik ben vertegenwoordiger de stichting waar deze gronden eigendom van zijn. Ja, kijk ook wel een beetje met een zekere angst naar al die mensen die hier lukraak gaan graven. Dus, 지도가 공개되기 전 이미 네덜란드 정부가 4차례 공식적인 발굴을 했지만 발견되지 않았던 만큼 보물의 존재 가능성은 그리 커 보이지 않은 거로 알려졌습니다.